Nou jongens, goedemorgen. Ik ben ietsje later. Het zat even niet helemaal mee met mijn technische kant van het verhaal. Maar we zijn gereed en we hebben vandaag de donderdag live. Dus jullie konden weer kiezen uit twee stempelsets. En dat was Tasteful Touches en Well Done. Goedemorgen Nelly, goedemorgen Haley. En nou ja, ze gingen weer kop aan kop. Maar Wildon heeft net met één stem gewonnen. Dus daar gaan we zo mee aan de slag. Dit is de kaart die ik maakte voor de Tasteful Touches. En dit is de kaart die we vandaag gaan maken. En ik heb een leuke techniek voor jullie om te laten zien. Deze keer. Dus we gaan maar aan de slag, hè. Ik heb... babydoekjes gebruik ik deze keer. Ik neem er even een paar. En die doe ik eventjes in een leeg stempeldoosje. En daar ga ik eigenlijk een soort stempelkussen van maken. En ik heb daarvoor refills gepakt. Soft Seafoam, Flirty Flamingo, Rich Razzleberry en Bermuda Bay. En dan ga ik gewoon een paar druppels van op die babydoekjes doen. Komt op zich niet zo nauw, gewoon wat je leuk vindt. Een paar druppeltjes. En daar gaan we zo, dit wordt ons inktkussen zo gezegd. Dus ik leg hem heel even nog aan de kant. Want natuurlijk moet ik eerst even mijn papier op maat gaan maken. Ik heb als basiskaart Bermuda B genomen. En die maken we 14,5 bij 21. En die rillen we op 10,5. Dan heb ik nog, even kijken, wit nodig. 8,5 bij 14,5. En Flirty Flamingo. En die is, even kijken, 2,7 bij 10,5. Bij 2,7. 3 kan natuurlijk ook, maar ja. Dit had ik zo bedacht. En dan gaan we straks hieruit ponsen en hierop stempelen. Dan is het snijwerk klaar voor vanochtend. En dan gaan we op deze kaart gaan we stempelen. Met dit stempelkussen. En ik gebruik deze stempel. En dan kijk ik een beetje waar ik hem hebben wil. Ik moet trouwens nog iets hebben. Zo. Even kijken, een beetje. En die gaan we gewoon een beetje leuk op het papier plaatsen. En dan doe ik hem steeds ietsje anders. Dat vind ik dan ook wel weer een leuk effect geven. Daarom doe ik hem ook steeds even tussendoor schoonmaken. Je kan natuurlijk ook gewoon steeds weer, maar dan krijg je toch een beetje dat de kleuren niet mooi vermengen. En
Oeps. Bijna mis. Zie je hoe leuk effect dat dit geeft trouwens? Dat je gewoon met één stempel zo verschillende kleuren hebt. Ik vind het zo leuk. Ik zal hem eens naar beneden laten duiken. Eigenlijk is het gewoon zo al mooi, hè? Volgens mij zeg ik dat ook elke week. Je hebt je vaste dingetjes, hè? Zo, nou. Leuk! Ik vind hem leuk. Je kan die doekjes ook nog bewaren, hoor. Als je dit nu hebt gedaan en je maakt hem, zeg maar dat je morgen weer wilt gebruiken, dan maak je hem gewoon een klein beetje nat met zo'n beetje spritser met een beetje water. En dan kan je hem gewoon weer gebruiken. Dat is echt heel leuk. Die kan aan de kant. Nou, de ondergrondkaart is zo op zich af. Alleen ik heb bij deze ook nog eventjes een paar andere stempeltjes gewoon met de inktkussens ertussen gezet. Dus dat wou ik nu ook weer doen. Ik had het zeepaardje met soft seafoam gedaan. Goedemorgen Yvonne. En dan stempel ik hem steeds even af, dus dat het maar heel subtiel ertussen komt. Laatste nog deze. Zomaar een beetje ter opvulling nog. Nou, en zo is de ondergrond van de kaart. Hebben we nu leuk klaar. Dan kan die op de basiskaart geplakt worden. Zo. Dan heb ik de Flirty Flamingo. En dan ga ik eerst eventjes kijken waar ik dat verstopt heb. Oh, is het weer gevallen? Even zoeken jongens. Waar is mijn lintje gebleven? Oh, inderdaad. Op de grond gevallen. En dan wil ik eerst eventjes zo een lintje omheen maken. Met mijn trucje. Zo. Hops. Gloedotje erachter.
beetje aan deze kant. Kijk, ik heb het lint deze keer erg ruim geknipt, dus daar kan wel een stukje af. En dan doe ik het altijd met een klein stukje plakband aan de achterkant eventjes op zijn plek houden. Zo. En dan kan ook dat opgelijmd worden. Ik zet altijd bij de lint het eventjes goed in de lijm. Dat het mooi aansluit zo op het karton. Nee, andersom die aan. Zo. Is goed. Aanduwen. En voilà. En dan gaan we nog eventjes een stukje groen ponsen. Ook daar ga ik nog eventjes wat op stempelen. En dat doe ik even kijken met soft seafoam. Dus dezelfde kleur als het karton. En daar zet ik dan dit, een soort zeewier hier een beetje op als achtergrondje. Dan hebben we nog, ja, waar het allemaal om ging, hè? De whale, de dolfijn. En die ga ik stempelen met Bermuda Bay. Zo. Nu is er van deze stempelset Whale Dawn ook een stansenset. Alleen die heb ik niet. Nog niet, wellicht, maar. Dus ik ga gewoon ouderwets even knippen. Heerlijk, even lekker ontspannen vind ik altijd. Ik vind het nooit erg om een plaatje even uit te moeten knippen. Maar ja, een stans is natuurlijk makkelijker. En toen was het stil. Hey. En goedemorgen jullie. En ik heb er natuurlijk al veel meer gezien. Leuk dat jullie allemaal kijken. Gezellig. Zo. Even kijken. En dan is eigenlijk vrijwel de kaart alweer af, want we plakken deze even op. Ik doe de cirkel nog even met lijm. En dan plakken we de dolfijn met dimensionals. Zo. Die had ik ook al in de buurt gelegd. Kleinere. Daar zit de onderkant op.
Ja, dan plakken ze niet, hè? Zo. Dan moet ik weer aan de kant. Mijn lijm nog even dicht. Eventjes. Het een beetje netjes houden. En dan vond ik het leuk als die een beetje molsom. Zo. En dan hebben we de kaart gemaakt. Vonden jullie dit een leuke techniek om een keer te zien? Wat je ook met je refills kunt doen. Dus zelf je eigen stempelkussen creëren met refills en billendoekjes. Let wel op dat je billendoekjes neemt waar geen olie in zit. Vraag me even niet meer waarom, maar dat heb ik ooit geleerd. En dit was dus de andere kaart van de Tasteful Touches die jullie niet gekozen hadden. Ja, dus dat was het eigenlijk voor vanochtend. Ik ga zo meteen op mijn site weer deze twee stempelsets zetten. Daar kunnen jullie dan onder dat bericht eventjes reageren welke jullie volgende week zouden willen zien. Jullie kunnen kiezen uit bijzondere zonnebloemen of pluk de dag. En aanstaande maandag ben ik er dus weer met de stempelclub waarin we deze kaarten gaan maken. En dinsdag ben ik er met de workshop. Dan gaan we deze doosjes maken. Leuke pennendoosjes. Nou, en dan ben ik er dus volgende week donderdag weer met Donderdag Live. Dus volgende week kunnen jullie mij veel zien als jullie willen. Ja, meer nieuws heb ik eigenlijk even niet te melden. Dus ik zou zeggen, tot volgende keer. Doei doei!